Nou, fijne intro. Nou ja, hallo. Hallo mensen. Dit is een nieuwe serie. Ik draai rondjes in het sterrenstelsel. Oh, ik word duizelig. Nee, eigenlijk niet. In ieder geval. Wat? Even stil. Oké, in ieder geval. Ik speel het spel Spoor. En dat spel Spoor. Daarin begin je als heel klein onderwatercelletje. En heb je eigen planeet en dingen. En... ja, nou, gewoon planeet uitkiezen. Welke zullen we doen? Welke planeet lijkt jou leuk? Nou, ik denk de meest rechter. Wat? De meest rechter. En deze? Deze. Ach, het. Nee, ik ga liever voor deze. Oh, maar. Kijk, zie je, ik heb allemaal een beetje van dat soort werelden. Want kijk, dit lijkt meer op een of andere vulkaanuitbarsting. Jongen, jongen. Paarse planeet. Nou, ik ga voor planeet Aarde. Tun, tun, tun. Eeuw. Ja, dat is nou dus een celletje. Nou ja. Hij zegt kanus vies. Ja. Nou ja, dat zijn cellen sowieso. Oké. Tun, tun. Oké. Wat gaan we doen? Dit. Zo zie ik er dus uit. Echt dom. Bij de andere planeet zag ik er mooier uit. Nou ja, gelukkig kan ik mijn dieren altijd nog veranderen. Weet ik veel. Nou, verder. Perfect. Makkelijk. Verder. Geef je planeet een naam. Nou, geen geef. Nee, wacht. Wacht, winner. Zo schrijf je winner niet. Ja, wacht even. Twee N'en. En zo. Winner. Plant. Winner plant. Zo. Tun, tun, tun. Gevaarlijkste land ooit. Plant. Oh nee. De... wow. Met Joriet. Nou, daar heb je hem al. Recht op de zon af. Ik zit erin. Ik wil niet verbranden. Auw. Oh nee, daar is de planeet al. Niet neerstorten. Anders krijg ik dat ding op mijn kop. Oh nee, wacht. Nu zit er nog één leven. Daar komt het leven aan. Lijkt net een raket, joh. Nou, oké, aardbeving. Ja, nou, daar gaat mijn stukje steen. Schiet nou maar een beetje op. Ik heb genoeg van die intro's. Ja, dat weet ik al. Dat, ja. Ja, ik weet hoe dit spel werkt. Oké, ik wil even kijken. Nee, ik wil geen vlees. Ik wil groenten. Want dat is handig. Hoezo kan ik eten met voelsprieten? Maar goed. Nee! Ik at vlees. Ach, nou ja, ik wil het allebei wel een beetje worden. Vleeseter. Ja, ik weet dat andere cellen elkaar op kunnen eten. Hap. Wauw! Oké. Schiet erop. Wauw! Eet die andere cellen op. Ja, weet ik. Alleen dan word ik een vleeseter. En dat is heel vervelend voor de volgende. Auw. Dan word ik boos. Alleen ik heb niks om mee aan te vallen. Auw. Maar dat is vervelend voor de volgende dierenfase. Oké, hier. Pak aan. Wow. Hoezo kan ik hem niet opeten? Vreet hem! Vreet hem stuk. Ongeluk. Wow, nou eet ik jou. Wow, ja. Oh, ik heb niks om damage te doen. Dat toch? Nee, dat is geen damage. Het is gewoon... nou... gewoon om het zelf te kunnen evalueren. Auw! Zo, ik word nu ondertussen flink in de pan gehakt. Pannetje erbij. Wat leuk zeg! Wow, ik kom in het diepere water. Oh, trouwens, ik ben hier met z'n tweeën. Oh,
Ik moet mijn muis in de raad houden. Wat leuk. Auw. Je bent dood. Zo, alsof ik dat dan niet wist. Hoezo, ik leef toch? Oké. Nou, stom, vervelende andere vissen. Kom hier jij. Hey, hallo. Oké. Hierheen. Daarheen. Groente erbij. Appeltje, schilletje. Wat ben jij groot? Ja. Ik ben een mislukte kever. Mislukte eend. Ja. Nee, niet achter me. Grote zeedieren. Ja, dit is veel groente. Pak aan. Pak al dat groente. Mag ik het groente? Nee! Hij kan je niet doden. Oh ja, hij heeft geen horens of andere dingen. Maar dat heb ik ook niet. Nou ja. Ik wil even... Ja, kom hier jij. Nee, ik wil mijn... Ik wil even mijn diertje evalueren. Hoe is deze nou weer groter dan de mijne? Ja, dat vind ik nou even raar. Oké, mooi. Schiet op, ik wil mijn beest evalueren. Poeh, dat wist ik al. Zeilschepper, ja. Kijk. Je kan... Oh ja, eindelijk een beetje een fatsoenlijke mond. Even kijken. Nu wil ik even mooiere ogen, want dit vind ik nou even gewoon... Oh, dat is zo cool. Nee, maar ik wil geen vier ogen. Jij mag weg. Verkopen, klaar. Want ik wil mijn beest even aanpassen aan mijn... Andere look. Geel. Geel. Nou, ziet er best goed uit. Ja, want uiteindelijk wordt het wel een mooi dingetje. Je moet alleen een beetje vooruit gaan kijken. Want wat je nu doet bepaalt gewoon de toekomst in dit spel. Dus dat is een beetje vervelend eigenlijk. Wacht even. Wow. Hier. Wacht, zijn dit ook eters of zo? Oké. Ik wil wat dikker. Dik. Nee, eigenlijk niet. Oh, kan die groter worden? Wat is dit eigenlijk voor een oog? Oei, ik heb volgens mij met mijn... Ik heb volgens mij net... Dit lijken echt op ogen alsof... Dat lijken net op ogen alsof ik een of andere peper in mijn ogen had gedaan of zo, joh. Kijk dan. Auw, peper. Auw. Oké. Nou, ik ben klaar. Ja. Geef je soort een naam. Hoe gaan we hem noemen? Het winnende diertje. Ja, gaat wel die bundel eraan, want één zo'n video. Wobbel. Ja. Oké, beschrijving. Zo. Oké. Wobbel, rommel heet mijn dier. En maakt rommel, is de beschrijving. Nou ja, maar dat is ook best wel waar, want ik maak ook rommel, dus ja. Oké, dan gaan we weer verder. Oké, en eten. Jam. Pak aan, eet. Oh ja. Ja. Eet nou. Oh, dus die dingen kan ik alleen maar met mijn staart. Ik eet gewoon dingen met mijn staart, joh. Kijk, met mijn normale mond kan ik niet eten. Ik kan alleen eten met mijn staart. Wat is dat nou weer? Vandaar dat ik de vorige keer toen ik alleen sport speelde waarin ik... Ja, dood hem. Pak aan! Jam. We gaan jou oppikken. Auw. Oh ja, dan moet ik er straks ook nog op gaan evalueren. Kijk. Oh, wacht, ik snap het. Deze staart hier ook. Wow, rondjes. Deze staart hier ook. Oh nee, kwal. Die staart van de drie dingen. Die, auw. Daarmee kan ik groente eten. Met voorhoofd kan ik dus vlees eten. Weten we dat ook weer. Oké, staartaanval. Ja. Oké. Is wanneer eten... Eten dieren eigenlijk met een staart. Typisch vrommel. Oh nee, help hem. Een soort. Pak aan. Hap.
mijn eerste ding. Zo, dat zal die idioot leren om mij aan te vallen. Hé, hey, blijf van mijn eten af! Auw! Wegwezen. Hij praat trouwens wel heel weinig in de video. Ja. Nou ja. Nou, als je dit ziet, kijk ook even naar mijn pro-YouTube-kanaal. Ja, want bijna iedereen die ik eigenlijk ken heeft gewoon tegenwoordig een YouTube-kanaal sinds ik een YouTube-kanaal ben gestart. Nou ja, maar hoe heet jouw YouTube... Auw. Hoe heet jouw YouTube-kanaal? STZ-winner. Je hoort het goed. STZ-winner. Nee, winner. Want hij wint altijd. Daarom... Met Pixel Warfare. Ja. En ik had trouwens die video van jou... Wacht, klopt het dat jij zo'n video had gemaakt van zo'n game? En dan... En dat het dan zo was dat er een paar mensen, een paar van die monsters van die game zo zaten te zingen op een muziekje. La 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 la. Was dat jouw filmpje? Nee. Nou ja, want ik dus op het verkeerde kanaal gekeken. Kan mij het eigenlijk ook schelen. Het was gewoon een grappig filmpje. Hé, nu kan je gif spugen. Ja, maar die moet ik er eerst op gaan evalueren. Maar gif is niet de beste aanval die je kan doen hoor. Kijk, die heeft hoorns. Dat zijn goede aanvallen. Maar ik ga er wel even betere vinnen op zetten. Nee, ik kan niet. Precies nu. Aan de kant. Jaha. Maar ik ga de aflevering bijna afsluiten. Dus, we zijn al bijna op de 15 minuten. Even kijken. Deze. Kijk, vleugels. Tada. Gifspoeler zou ik ook doen. Ja, maar die is te duur. Die kost 15 en ik heb 6. Nou, oké, verder. Qua. Nou, kom uit dat ei. Kijk, zwemmen we alweer een stukje sneller. Wow! Wow, stroming! Kan je met je vleugels ook met iemand doden? Geen flauw benul. Ik gok eigenlijk van niets. Wow, zwem tegen de stroming in. Pak aan. Hé, hey, jij spoot iets op mij. Pak aan. Dood hem. Ja, ik probeer het al. Pak aan. Zo, dat zou je leren om mij damage te doen. Trouwens, ik heb nog geen etensbalk. Nou ja. Ja, stekel, die wou ik. Oké, stekel. Hap! Oh nee! Nee, jij wordt gewoon opgegeten! Wat is dat nou weer? Hé, hey, pak aan! Oh! Oh! Auw! Aan de kant! Maar serieus, degene waarmee ik wou evalueren, die is gewoon zojuist net opgegeten. Nou, op naar de volgende dan maar. Ik neem een paar giezels mee. Hopelijk kan jou dat niet zoveel schelen. En zo'n idioot beest staat achter. Dat hij niet wordt neergestoken. Wat is dat nou? Oké, hoorns, die wou ik. Even kijken. Nou ja, zo dan maar. Of zou ik... Wow, ik ben een stier. Wow. Nee, ik zou gewoon... Nee, ik doe ze zo op de achterkant zo. Kijk. Oké, wobbelrommel. Klaar voor vertrek. Auw. Oké, okay, hier. Eet die sla maar op. Je moet mensen doden. Ja, weet ik. Alleen ik wil geen vleeseter worden, want dat is super vervelend voor de volgende. Voor de volgende fase. Omdat dan de beesten sterker worden op het land. Want nu ben je een zeediertje, maar straks ga je op het land. En dan moet je, ja... En dan worden... Dood hem, hij heeft je maatje gedood. Pak aan jij. Wow, die heeft een groot rood oog. Die heeft zeker peper. Pak aan. Oh, yay, elektriciteit. Dat hoef ik niet. Ik wil geen elektriciteit. Ik ben al blij met stekels. Hé, hey, dat is niet eerlijk. Dat was mijn maaltijd. Nou, ga ik wel hiervoor. Tjongejonge. Wow, zie dat zeedier daar. Blub, blub. Oké. Eten. Pak hem.
Maar ja, mijn afleveringen kunnen nu gewoon 20 minuten worden, dus we kunnen nog 5 minuten door. Auw! Oeh, we hebben bijna een fase behaald. Yo! Lekker maaltijdje. Zet een grote maaltijd klaar. Ja. Deze dingen, kijk, die dingen, die zijn, hoe heet het? Oh ja. Oh, snel wegwezen, want er kwam een monster aan. Tun, 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 tun. Zo, nu zou ik je in één hap. Oh, meer happen. Oh, ie, omkeren. Even kijken. Tun, 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 tun. Wat een groot zeemonster op de achtergrond. Even kijken. Pak aan. Au. Ik wou hem hebben. Tun, 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 tun. Zo. Dit gaat een oneindige achtervolging worden, denk ik. Oh! Auw! Zo, daar gaan we wel even spook bijna. Ook die dingen! Ja, wacht even. Hallo. Ik kan gewoon mijn eigen soort niet opeten. Auw! Nu ben je dood. Jongen, jongen. Nou ja. Oh! Druk dan ze. Of hoe dat ook heet. Pum 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 pum. Alles goed? Ja. Pum 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 pum. Je kan ons bereiken met je telefoon. Doei. Nee. Die kwam even door op de ames binnen. Dat hem! Pak hem aan! Hup, hop. Pak dat groente. Nu, godverdomme. Hey ho ho, niet geschild, buurman. Nee, oké. Okay. Pak die. Ik ben niet je buurman. Ja, weet ik. Oh. Yay, groter. Kom op, man. Ik ben bijna aan het einde van de balk. Pak die 15. Je moet die 15 pakken. Wacht even, ik wil mijn geschiedenis weten. Aan de kant. Oei, ik ga een beetje te ver omhoog. Want ik wil allebei kunnen eten. Ik wil een omnivoor worden. Dan kan ik. Want kijk, ik ga nu helemaal daarboven naar een herbivoor. En de vorige keer was ik naar beneden gaan naar een carnivore. Maar ik wil deze worden. En ik kan nu allebei. Alleen, ik moet meer vlees gaan eten. Oké, okay, vlees. Oh ja, pak aan. Wow, ik krijg te maken met mijn horns. Wow. Ja, pak hem. Pak hem aan. Hij heeft nog echt nul damage bij mij gedaan, hè. Pak hem aan. Hoornaanval. Hoezo blok ik alles? Oké, krijg hem nou te pakken. Met je snavels tegen elkaar aan. Dat is hem. Oké, nou weet je wat? Ik zit bijna op de 20 minuten. En dat zegt het. Wah! Hoornsaanval. Wah! Nou ja, mensen. Ik bedank jullie voor het kijken en het liken. En ik ga ondertussen snel wegwezen. Bedankt jullie voor het kijken en het liken. En ik zeg. Doei!